Welkom bij De Staat van het Onderwijs, een nieuwe serie interviews over het onderwijs op Café Weltschmerz. Gepresenteerd niet door mij, dat denkt u misschien, nee, door Ad Verbrugge, de man die alles weet van onderwijs. U kent hem misschien van Beter Onderwijs Nederland. En hij laat zich in de eerste aflevering, dat is geheel nieuw, doet een presentator nooit, eerst het hemd van het lijf vragen over zichzelf en over zijn vak en natuurlijk over het onderwijs. Jij gaat een hele serie interviews maken over het onderwijs. We kennen jou van Beter Onderwijs Nederland. Dat bestaat 10 jaar, behoorlijke periode. Je bent ook directeur van ETHOS aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ja. En we hebben heel vaak met elkaar over onderwijs gesproken. Op BNN Nieuwsradio. Ik ben zelf ook gek op onderwijs. Ik heb een boek geschreven over stapelen. Ja. De Nederlandse droom. Onderwijs ongelooflijk belangrijk. De motor van ontwikkeling vind ik een heel belangrijk onderwerp. Ik ben heel blij dat jij dit gaat doen. Dat je dit programma gaat maken. Omdat je echt alles van het onderwerp weet. Maar ja, ik wil het toch wel even gaan testen ook in dit geval. Zullen we beginnen met eerst dat je iets vertelt over jezelf, over Beter Onderwijs Nederland en over ETHOS. En dat we daarna beginnen over het onderwijs. Prima, heel goed. Ja, Beter Onderwijs Nederland is zo'n 10 jaar geleden gestart. Ik ben toen met een aantal geestverwanten begonnen in het voorjaar van 2006. Er waren al wat voorbereidingen. In de periode daarvoor natuurlijk. Het kwam eigenlijk voort uit die beweging rond beroepseer. Ik had destijds een artikel geschreven. Daar is ook nog de bundel beroepseer waarom Nederland niet goed werkt. En voor een deel lag in mijn artikel ook wel de frustratie of de uiting van de frustratie over wat ik zelf zag gebeuren. In het onderwijs, wat ik ook meemaakte bij vrienden, mijn toenmalige partner die ook veel vertelde over wat er op haar school gebeurde. Maar wat is de grootste frustratie? Want als je met leraren praat, dan zeggen ze breek me de bek niet open. Daar kan ik 3 uur over praten. We hebben hier de tijd, precies. Maar zoveel tijd ook weer niet. Nee, dus die frustratie bestond denk ik in de kern twee zaken. En enerzijds de positie van de docent binnen instellingen. Dus dat je toenemende mate merkte dat eigenlijk docenten niet meer les konden geven op een manier waar ze zelf in geloofden, die ze goed vonden. Omdat ze gedwongen werden bepaalde didactieken of pedagogieken uit te voeren. Denk aan het nieuwe leren. Van bovenop gelegen inderdaad. De overheid deed dat. De leraar centraal, vergeet het maar. Ja, dus dat is was zeker natuurlijk in de jaren 90 hebben we dat gezien. Met de introductie van zowel basisvorming. Iedereen moest dan op een gelijk niveau gevormd worden. Later het idee van studiehuis. De zogenoemde tweede fase. Waarin je het nieuwe leren helemaal zag opkomen. En je zag dat eigenlijk de docent steeds minder zeggenschap had over de manier waarop hij zelf wenste les te geven. Werd eigenlijk weggezet, volgens mij ook steeds, als de eigenwijze professional. En dan vooral in negatieve zin. De lesboer. Ja, dus je ziet in die periode dat er mede door de overheid gefinancierde campagnes werden opgezet. Waarin we afstand moesten nemen van wat er in het verleden allemaal verkeerd was gegaan. En we betreden een nieuwe tijd. Natuurlijk ICT, met eigenwijze jongeren. En die moeten op een nieuwe manier onderwijs krijgen. Nou, natuurlijk moet onderwijs zich altijd aanpassen, dat is het punt niet. Maar het probleem was destijds dat er een heel duidelijk beeld was van hoe het dan moest. En dat werd opgelegd. En de oudere garde werd buitenspel gezet, ook heel pijnlijk. En allerlei mensen die eigenlijk in die fase ook op een vrij trieste manier het onderwijs hebben moeten verlaten. Wordt nogal eens vergeten. Ik heb verhalen ook van mensen die 6, 57 zijn, eigenlijk op een zijspoor worden gezet. Die kunnen we niet meer gebruiken. Het waren soms zeer geliefde leraren, maar ze waren kritisch op wat het schoolbestuur introduceerde en voorstelde. Dus maar rampzalig voor het onderwijs dat die schoolbesturen, overheden het voor het zeggen krijgen. Mensen die zelf minder affiniteit met onderwijs hebben, want als ze niet weten wat de praktijk is. Ja, dus je ziet dus dat er een soort managementcultuur ontstond. Sterk ingegeven door zowel
bepaalde didactiek, door ideeën over hoe het moest. Een hele schil eigenlijk om dat onderwijsproces heen, van onderwijsconsultants, de onderwijsadviesbureaus, de nascholingscentra. Club je dat zichzelf ook graag in stand houden? Nou, natuurlijk. Macht ontwikkeld. En waar docenten dan gedwongen naartoe gestuurd worden om de nieuwe didactiek uit te gaan rollen in maar wacht school. Even, ze lieten dat wel gebeuren dan, die docenten. Ja. Je zou kunnen zeggen, wat een gedwee clubje dat ze dat zomaar toelieten. Ja, terechte opmerking. Ik was met twee punten bezig. Het ene was de kwaliteit van de docenten. Het andere was eigenlijk de manier van financiering van onderwijs. Twee belangrijke thema's. Dus dat je ziet dat in die periode, vanaf de jaren 90, dat zowel dus die positie van de docent onder vuur ligt. Dat hij dus allerlei dingen moet gaan doen. Maar dat aan de andere kant dat ook de financiering helemaal op de schop gaat. Waardoor eigenlijk schoolbesturen steeds machtiger zijn geworden. Waardoor je grotere organisaties ook krijgt. Dat zie je in het beroepsonderwijs enorm. Er ontstaan echt conglomeraten, maar ook in het voortgezet onderwijs. Grote, gecentraliseerde onderwijsinstellingen. Nou, en dat betekent, dus eigenlijk de structuur van een totalitaire regime. Als je maar... Nee, nou begint het een beetje ergens op de lijn. Dit is echt... Maar als je natuurlijk zaken steeds verder opschaalt. En ook allerlei verschillende onderwijstypen bij elkaar zet. Op verschillende locaties soms ook. Dan wordt die leraar ook binnen zo'n instelling ook maar één van de velen. Die heeft soms niet eens echt contact met andere docenten. Heeft te maken met misschien een deel VMBO, een beroepsonderwijs, wat eigenlijk een heel ander veld is dan een HAVO of een VWO. Je ziet eigenlijk dat op verschillende instellingen, en VO valt misschien nog mee, maar met name in beroepsonderwijs ook, de ROC's, die natuurlijk veel in het nieuws zijn geweest, ook recentelijk. Maar dat die zo groot worden dat er is geen echte hechte docentengemeenschap dan meer. Dus men raakt zelf eigenlijk ook toenemende mate gefragmenteerd. Daar komt bij, en eerlijk is eerlijk, je zegt van ze hebben het laten gebeuren. Nou ja. Kijk, ik weet niet hoe het met journalisten is, Paul, maar docenten Gaan de bal meteen al. Meteen spelen. Maar die hebben iets eigen gereids. Ja. Ja, die hebben de neiging om gewoon hun lessen op een bepaalde manier in te richten. Ja. Dat is ook de charme van het beroep. Laten we dat niet vergeten. Ik ben zelf leraar in hart en nieren. Ik heb zelfs de eer dat ik twee keer de onderwijsprijs heb gewonnen. Dat is hem denk ik vooral ook, naast dat ik feit enig verstand van zaken heb, maar ook dat je, je vindt het gewoon leuk om... Gedrevenheid, ongelooflijk belangrijk. Ja, natuurlijk. En die studenten neem je mee en het is een soort eigen universumpje wat je kweekt. En ik denk de goede leraren, ook die je herinnert van vroeger, zeker, dat zijn een beetje die eigen gereide types. En wat hoort daarbij? Dat ze niet altijd even sterk zijn in samenwerken. Nee. Dat wil nogal eens gebeuren. Ja. Die types denken, laat mij maar lesgeven. Want dat herken jij zelf ook? Herken ik zelf wel enigszins, ja. Ja, maar dan is het helemaal een klus, hè? Want hier valt nog heel veel meer over te zeggen. Dat gaan we ook doen om Beter Onderwijs Nederland op te richten. Want dan ga je met een aantal eigen gereide types doen, gedreven types, en die moeten gaan samenwerken. Ja, dat is ook niet altijd even makkelijk geweest, kan ik je verzekeren. Natuurlijk. Je moet inderdaad mensen samenbrengen op een heel inhoudelijke manier. Daar hebben we staan allerlei opvattingen over. Ik denk wat destijds wel het voordeel was, is dat het water toch menigeen zo tot de lippen was gestegen, dat men enerzijds behoefte had aan weerklank. Je wil gehoord worden. En ook dat die stemmen eens gemobiliseerd werden. En ik denk dat we die rol destijds heel goed vervuld hebben. En dus dat je het gevoel hebt, hey, maar wacht even, mijn collega en die. Eigenlijk heel veel mensen zijn heel ontevreden met wat er nu gaat. Maar voor de duidelijkheid nog, twee centrale punten. Het ging dus over de financiering en daar gaat het nog steeds over. En de kwaliteit van de leraar, dat zijn de belangrijkste punten. Ja, de positie van de docent. De positie van de docent. Ja, en de kwaliteit van de docent, ja. Maar wat is er in die... Kijk, en ook dat liefst even nu voordat we hier al verder gaan in het kort. Hè. Wat is er gebeurd in die 10 jaar? Met andere woorden, wat heb je voor elkaar kunnen krijgen? Ja, ik denk dat het eerste belangrijke stap die we hebben gezet is dat we de stem van de leraar hebben gemobiliseerd.
Dus dat was, dus dat we heel uitdrukkelijk een inhoudelijke stem hebben laten horen. De bonden waren toch in die periode veel meer gericht op, laten we zeggen, rechtspositionele kwesties. Van vakantiedagen tot ontslagrecht. De cao's. De bekende cao's. Wij hebben ons heel uitdrukkelijk gericht op de vraag, nou, maar wacht even, het gaat ons om het vak. En wat is die docent? Wordt dat vak nog wel? Niet of wat een ontslagrecht is en enzovoort. Maar kan ik het vak nog uitoefenen op een manier waar ik zelf in geloof? En wat gebeurt er met het vak van de leraar op dit moment? Dus, en dat hebben gewoon heel veel mensen herkend. Dus Die mensen vinden het ook fijn als je wat, als ik dat verschrikkelijke woord toch één keer mag gebruiken, een paar concrete successen weet te behalen. Ja, nee, zeker. Nou, het eerste succes is dus, laat ik zeggen, dat op dat moment die stem voor het eerst institutioneel werd. We werden een vereniging. Een vereniging die dat type leraar vertegenwoordigde. En dat leidt meteen ergens toe. Je moet dat dus niet. Dat is al een enorm succes. Dus we zagen dat duizenden leraren werden lid uit verschillende sectoren. MBO, HBO, VO, maar ook universiteit later. Dus je ziet dat je de krachten bundelt. Het wordt herkend. Vervolgens zie je dat we gesteund werden. Dus bepaalde universiteiten gingen ons steunen. Ons ook soms ook financieel ondersteunen. Zoals de Technische Universiteit Eindhoven. Nou, dat betekent dat geluid, dat wordt herkend. En dat, zoals in dit geval de universiteit, dan zeggen, hey, dit is belangrijk. Het tweede wat heel belangrijk was, dat de politiek in beweging kwam. Nou, dus we zien al in 2007, ook het eerste concrete succes, dat het rapport of de commissie Dijsselbloem wordt op. Dat is geweldig dat hij dat noemt, want Dijsselbloem die heeft daar inderdaad iets voor elkaar gekregen. Ja, wij staan in de inleiding van Tijd voor Onderwijs, dat rapport. Ja. Is de directe aanleiding vormt eigenlijk de geluiden door Beter. We staan gewoon met naam en toenaam, dus Beter Onderwijs Nederland. Dus dat uiteindelijk door de politiek inderdaad ook gehoord en je zou, tot mijn verbazing zelfs in die tijd herinner ik me ook nog zelfs begrepen. Dan ga je mooi kijken, dat het altijd op de politiek afgegeven. Hier hebben jullie belangrijke invloed gehad. Ja, en heeft de politiek absoluut geluisterd. Ja, nee, zeker. Dus ik weet nog dat er sprake van was dat die commissie zou worden ingesteld. Toen ben ik ook bij de destijds PvdA ook langs geweest, onderwijswoordvoerder, gesprekken over gehad. En je merkte dat geluid kwam aan. En er was toch een behoefte aan schoonmaak, aan een nieuwe start. En het was toch het kantelpunt waarin, en ik denk dat echt ook mede te danken is aan onze vereniging, dat werd beseft, het is niet het systeem waarvan we het heil moeten verwachten. Het zijn de mensen. Het is de docent. En vanaf dat moment hoorde je ook de docent centraal. Ja. Het gaat om de kwaliteit van de docent, om die positie van die docent. Ja, daar valt heel veel aan te verbeteren. Ja, dit moet een kritisch gesprek worden. Maar toch, precies. Ik herinner mij inderdaad een artikel. Ik heb een programma gemaakt bij BNR Nieuwsradio samen met het FD. Een groot artikel in het FD. En dat was voor iedereen een totale eye-opener. Dat heette inderdaad de leraar centraal. Ja. Alsof ze dat ontdekt hadden een jaar geleden. Ja. Dus je mag dit als een van de successen in je tas natuurlijk steken. Ja, dus het is ook de kritiek op het nieuwe leren. Ik denk dat op een gegeven moment als iedereen nieuw leren en die oude docent ervan gedaan. Wij draaiden die zaak om en we hebben dat door te laten zien hoezeer dat propaganda was. Hoezeer het eigenlijk gebakken lucht was. Ja. En we toch eigenlijk die mythe rond dat nieuwe leren ook mede doorgeprikt. En dat is een tweede succes. Een derde succes is denk ik dat wij die kwestie van de financiering, de lump sum, eigenlijk vanaf het begin af aan op de agenda hebben gezet. En dat stap voor stap dat geluid in ieder geval bij het publiek bekend raakt. Want er is iets met die financiering. En de meeste mensen weten nog niet precies. Mag ik een voorbeeldje geven wat ik altijd bedacht heb nu? Dus ook, ik vind de verbouwing plaats op een school. Dan denken die schoolbestuurder, weet je wat, hebben lekker een tas met geld. Die gaan we lekker in die verbouwing stoppen. En dat hoeft niet naar goede leraar te gaan. Ja, om zo simpel mogelijk te zeggen. Ja, dus of we zetten gewoon een nieuw schoolgebouw neer, een nieuw ROC. En we hebben die zak met geld. En dat gaan we daaruit mede financieren. Ja. En dat is eigenlijk veel te duur en dat kunnen we eigenlijk niet betalen. Ja. En dan gaan we uiteindelijk failliet leiden. Dat is gewoon een geschiedenis van Ik zou zeggen, dit zijn al drie grote punten. Hier heb je Beter Onderwijs Nederland voor nodig. Hier heb je bestaan zich al mee bewezen. Maar dan krijg je opeens kritische geluiden in de loop van de jaren. Namelijk, is het een onafhankelijke club? Want dat wil je. Een onafhankelijke club neem ik serieus. Ja. Voor zover dat mogelijk is in het leven om dat te zijn. Ja. Maar dan wordt opeens geroepen door tegenstanders van jullie. En zo gaat het in het leven ook. Van, zie je, eerst was het misschien wel een rechtsclubje, dan een linksclubje. Wat is de invloed van de SP daaronder? Ja.
Wat vind je van die geluiden? Ja, nou, begrijpelijk. Dat is ook, kijk, het is evident dat wij ook in contact treden met de politiek. Dus je ziet dat verschillende politieke partijen bij onze bezoek komen en vice versa. Wij gaan daar langs. Ik heb wel altijd als regel aangehouden dat ik niet wil dat er iemand die uitdrukkelijk politiek actief is, bij ons in de vereniging een bestuursfunctie vervult. Je mag wel lid zijn van een politieke partij, maar liever niet. Nee, maar niet wanneer je daar actief en in de Kamer zit. Ben jij dan lid van een partij? Nee, ik ben niet lid van een partij. Ooit geweest? Nee, ook niet. Ook niet één partij waarvan je zegt, dat is echt mijn partij? Nee. Dus mensen die een etiket gaan plakken op Beter Onderwijs Nederland, die zeggen het is een links- of een rechtse club of weet ik wat, dan zeg je dus totale onzin, iedereen is hier welkom. Nou, dat blijkt ook. Wat denk ik wel klopt, ik ga toch wel. Kijk, ik heb wel begrip voor die objectie. Dat is namelijk dat ons geluid wel werd opgepakt door de flanken. He, dus je zag dat de SP het heel duidelijk ook oppakte. Je zag ook later de PVV, hoe die het oppakte. Dus we zaten aan de flanken, zaten goed. ChristenUnie op een gegeven moment. En het heeft enige tijd geduurd voordat we, laten we zeggen, in het centrum werden opgepakt. Inmiddels is dat denk ik volledig het geval. Ja. Maar nog steeds geldt wel dat wij. Het centrum gaat natuurlijk vaak mee. Dat geldt in allerlei agenda's met de mainstream. Dus toen bijvoorbeeld die kwestie van de financiering aan de orde was. Ja, wij zetten daar zwaar op in. Terwijl de mainstream, dat zijn de mensen met de baantjes, de politici die ook weer in die schoolbesturen terechtkomen. Ja. Die vaak dus in dat hele. Van eigen achterban, durven ze niks tegen te doen. Dus die vonden dat extreme geluiden. Ja, dus die probeerden ons ook op die manier weg te zetten. En ik merk nu, ik was afgelopen december bij de Vaste Kamercommissie Onderwijs, naar aanleiding van het faillissement van ROC Leiden. En ze hadden mij uitgenodigd samen met twee andere specialisten om te praten over de bekostiging. En toen heb ik gezegd, ja, mijn dames en heren, ik kan toch niet enige ironie onderdrukken of zelfs sarcasme. Dat dit de zoveelste keer is dat ik hier te gast ben. En dat ik steeds opnieuw onder de aandacht moet brengen dat bekostiging van het onderwijs, dat een enorm probleem is op dit moment. Ja. En dat er allerlei perverse prikkels in schuil gaan. Ja. Nou, het gekke was dat toen dat ik merkte, er kwamen verschillende partijen naar me toe. Van tevoren eigenlijk al ook echt middenpartijen ook. Die zeiden van we moeten ook echt, het moet anders. En dat heeft dus 10 jaar geduurd. Maar ik durf nu bijna de garantie te geven dat er iets aan die bekostiging gedaan gaat worden. Dat is fantastisch, maar toch ben ik nog steeds een beetje wantrouwig. Nee, natuurlijk. Terecht. Paul. Omdat ik nog steeds denk, CDA, PvdA, dat zit, kijk eens naar rectoren op scholen. Allemaal één type man is dat bijna. Allemaal mannen van tegen de 60, blank, allemaal waarschijnlijk PvdA, misschien een beetje CDA. Een beetje in die richting zitten ze. Mm-hmm. En die er ook al jaren zitten. En die kiezen ook graag, ik maak nu ook maar een karikatuur van, graag vazallen om zich heen. Mensen die goed vinden wat ze doen. En dan doorbreek je dat nooit. Of heb jij het idee dat te cynisch is? Ja, dat vind ik wel te cynisch. Ik denk dat het op sommige scholen ook gewoon goed gaat. Zelfs dat sommige hbo's en in beroepsonderwijs ook goed gaat. Dus je moet wel dat onderscheid blijven maken. Ik denk dat het ook. Maar die CDA's en die PvdA's, die gewoon natuurlijk ook belang hebben bij die schoolbesturen, die daar gewoon een flinke vinger in de pap hebben. Die durven zich nu ook, of die gaan zich nu ook serieus met de onderwerpen van Nederland bemoeien. Ja, je merkt in ieder geval dat dat binnen de partij zelf schuift. Dat die garde ook maar een beperkte legitimiteit heeft, dan laten we wel wezen. Ze moeten ook kiezers hebben. En als de kiezers zich te zeer gaan storen aan verhalen rond ROC Leiden. En wanneer leraren gewoon massaal bij ze weglopen, dan hebben we het over een grotere groep. Dan over die klassebestuurders. Dus de partijen zelf moeten er ook iets mee. Dat merk je nu wel. En ik denk ook, het heeft ook al met generationele ontwikkelingen te maken. Dat je ziet dat er toch ook weer een nieuwe generatie politici opkomt. Ja, politici wel, maar schoolbestuurders. Nee, daar heb je gelijk in. Maar het begint natuurlijk. Rectoren, directeuren, gek is dat toch? Het begint natuurlijk wel wanneer de politiek iets
wanneer je het over een systeemverandering hebt, dan moet dat beginnen vanuit bij de overheid. En dan is de politiek de aangewezen partij om dat op te pakken. Kijk, ik zie, dat blijkt, hè, de manier waarop je praat, en ik herken het ook, want ik vind onderwijs een fantastisch onderwerp en dit is heel goed dat hier allemaal gebeurt. Alleen, ik denk dan, wacht even, Ad Verbrugge, die heeft Beter Onderwijs Nederland. Ja. Die heeft ETHOS, een centrum op de universiteit, daar ben je directeur van, een van de medeoprichters. Dan heb je dus genoeg. En denk je, hoezo moet je ook nog op Café Welts met zijn programma over de staat van het onderwijs gaan maken? Ik verheug me er nu al op, dat is een ander verhaal. Maar wat is jouw positie daar precies in? Terecht. Even voor de duidelijkheid. Beter Onderwijs Nederland bestaat bij de gratie van de actieve leden. Ad Verbrugge heeft daar een bescheiden aandeel. Ik zet lijnen uit en ik vergader met bestuur. Maar het feit dat we die successen hebben geboekt en we zitten ook in allerlei organen, zoals de onderwijscoöperatie. Ja, dat is gewoon te danken aan al die mensen die daar iedere week hun tijd in stoppen. En dan hebben we het niet over een paar uur, dan hebben we het echt soms over een dag of nog wel meer. Dus dat allemaal kosteloos doen. Waarom? Omdat ze gedreven worden door die idealen. Dat ik in die positie zit en dat we dat verschil, voor zover dat dan aanwijsbaar is, kunnen maken. Dat heeft direct, of houdt direct verband met de inzet van al die mensen. Dus ik hou ook heel veel tijd over. Want ik werk gewoon aan de universiteit. Ik zeg altijd, Beter Onderwijs Nederland doe ik erbij, is mijn hobby. Dus op zaterdagen en in de maar avond. Maar word je er wel eens op aangesproken? Want op universiteit is natuurlijk ook niet alleen maar een cultuur van elkaar op de schouders getikken. Nee. Daar worden ze misschien ook wel op jaloezie. Want als Verbrugge, ook al zeg je dan, je geeft de complimenten terecht, denk ik ook aan al die mensen die er gaan meewerken. Ja. Maar het straalt veel op jou af en dat mag ook. En dan heb je weer collega's die daar rondlopen die denken, nou moet dat allemaal? Moeten zich niet helemaal op de universiteit richten? Ja, nee, dat is zo. Gelukkig is het idee van maatschappelijke dienstverlening ook aan de universiteit de laatste jaren steeds belangrijker geworden. We noemen dat ook al valorisatie. Ja, zeker. Dus ik merkte wel dat in het verleden misschien af en toe wel eens met scheve ogen werd gekeken. Van wat doe je allemaal maatschappelijk? Weet je? Terwijl ik zie het als een taak, zeker van de filosoof, om zich met de maatschappij bezig te houden. Plato en Aristoteles hebben zelf scholen opgericht. Ik heb zelf ook een opleiding opgericht uiteindelijk. Ja. Dan wil ik me niet in hun lijn. Nee, begonnen bij Aristoteles, Plato, Ad Verbrugge. Nee, maar goed. In de filosofie zit natuurlijk iets, zowel die maatschappelijke betrokkenheid. Dat zie je ook in de jaren 60, maar ook ten tijde van de verlichting. Dus dat is ook de reden waarom ik filosofie ben gaan doen. Dus het is toch het verlangen naar waarheid. Maar altijd ook om terug op de wereld te komen en te kijken van wat kan daar beter of wat deugt er niet. Maar het verlangen naar waarheid, en terug op de wereld te komen. Want als ik het begrijp, dan is het dus verlangen naar waarheid, wat journalisten ook willen. Ja, maar jij gaat een stap verder, want je zegt, ik wil niet alleen maar daarover filosoferen, niet alleen maar de academicus zijn in die voren toren, maar ook kijken wat ik praktisch kan aanrichten. Ja, dus bij Plato heb je de bekende grotvergelijking over de filosoof die ontdekt dat hij eigenlijk opgesloten zit. Zo vergelijkt Plato de positie van de filosoof. De man die opgesloten zit in de grot. En op een goed moment doorheeft dat de schaduwen op de muren waarnaar die zitten kijken, dat niet de werkelijkheid is. Omdat dat projecties zijn. Die worden voortgebracht door iets wat achter zijn rug om gebeurt. Ja, dus hij wordt bevrijd. En dat is voor een deel een ontgoocheling. En wordt treedt dan uiteindelijk uit de grot en ziet dan het echte licht. Ja. En dat wat aan de oorsprong van alles ligt. De ketenen van de academische ivoren toren, cliché. Ik denk zelfs dat de academie op een bepaalde manier een grot kan zijn. En dat de filosoof altijd door die beweging, die vrije beweging zoekt naar die waarheid. Daar gaan we het nu niet over hebben, maar wat nee, dat is weer een andere thematiek. Ja, dat houdt me wel ten diepste bezig. Ja, en laat dat ook helder zijn. Tuurlijk. Maar die beweging terug, die Plato ook beschrijft, is er ook een die je moet maken. Weer terug toch naar die wereld. Niet alleen maar nadenken over de geschiedenis, over de grote waarheid. En de plaats van de mens en de kosmos enzovoort. Maar ook naar wat is er dan aan de hand in deze wereld. En nou ja, Beter Onderwijs Nederland kwam daaruit voort. Hè, vanuit die beroepseerbeweging, wat ik zo even schetste. Ik ben daar zelf ook min of meer in verzeild geraakt. Ik weet niet hoe het weer met jou is gegaan, maar voor een deel is denk ik een levenspad ook iets wat je overkomt, wat je gebeurt, wat je niet plant, maar wat je merkt van hé, maar ik
mensen doen een beroep op me of ze zien iets in me en ze vragen iets van me. En dus ook dat ik voorzitter was niet eens mijn eigen keuze direct, maar ja, het sprak voor zich dat ik dat zou worden of zo. Nee, maar wel dat je, nee, natuurlijk, maar wel vanwege die gedrevenheid, dat zei je net, met je vorige relatie en die wist er ook alles van. Daar praat je vaak over, dat kan ik me heel veel bij voorstellen. Want dan wil je natuurlijk ook, mijn vrouw werkt ook in het onderwijs, dus daar praat je heel vaak over. Dan vind je dat een ongelooflijk belangrijk onderwerp. En dan wat je ermee doet, weet je niet. Van heel veel dingen. Nou, kijk, het is natuurlijk wel een keuze geweest. Hè. Dus bij mij wel het moment geweest. Ik was toen een beetje doorgebroken. Dat is altijd maar natuurlijk maar heel beperkt. Maar in de high culture, met Tijd van Onbehagen en wat artikelen in NRC. En ik had een. Dit is zo wat connecties. En toen dacht ik wel bij mezelf, goh, in hoeverre zet je die nou in om dingen waarvan je op dit moment vindt dat het niet goed gaat, om die te verbeteren. En toen dacht ik, nou, dat doe ik eigenlijk niet. Ik loop vooral nu kritiek te leveren, maar ik wil ook iets veranderen. En kan ik mezelf over 10 jaar, daar zijn we nu, realiseer ik me. Kan ik mezelf over 10 jaar in de spiegel aankijken en zeggen van, nee, maar ik heb het in ieder geval geprobeerd. Dacht ik, nee, dat kan ik niet. Dus ik moet het. En toen heb ik wel besluit genomen, oké, dan moet ik iets gaan doen. En ik had niet ik kon niet voorzien wat het los zou maken en wat het in beweging zou zetten. En dat je op een gegeven moment, zoals dat dan gaat, ook zelf een golf creëert waar je op mee gaat surfen. Dus je roept iets op, je bundelt iets en je komt mede. Je bent de vormgever en tegelijkertijd bij degene die het ondergaat. Maar het mooie is dat je denkt, bij 10 jaar houdt het niet op. Dat merk ik aan alles. Hè? Dan kun je denken, dat is een mooie periode. Kun je afscheid nemen of ik zit er helemaal naast. Je gaat toch niet aankondigen dat je na 10 jaar ophoudt? Nee, voor de duidelijkheid. Nee, jouw vraag was ook van waarom dan nu? Nou, goed dat je die vraag nog even. Ik onthoud het. De lijn van het gesprek. Ik hou de lijn van het gesprek. Dat gaat heel goed. Ik hou hem wel vast, Paul. Dus hebben dat iemand het doet. Ja. Ja, dus dat was inderdaad je vraag. En ik zeg, nou ja, Beter Onderwijs Nederland is dus die golf die voor een deel ook gewoon dankzij die mensen er nu is. Ja. En ik heb altijd het als taak gevonden als filosoof, maar ook als voorzitter van Beter Onderwijs Nederland, om dingen kenbaar te maken voor een groot publiek. Dus dat het duidelijk wordt. Ik vind ook dat een taak is van een nationale, ook van de maatschappelijke elite. En ik zou me niet meteen tot de elite willen rekenen, maar toch, je werkt op de universiteit, je hebt onderwijsgenoten dankzij toch een heel goed stelsel, denk ik, in Nederland. Waarin ook van mensen van gewone komaf uiteindelijk hoger onderwijs kunnen genieten. Nou, ik heb van huis uit ook wel veel dingen meegekregen, maar toch, je komt in dat pad terecht. Nou, dan kun je ook iets terug doen. Heel simpel. Dus dan zijn er nog veel dingen te doen. Mag ik dan even toch, ik zei het boek over stapelen wat ik geschreven heb, dat speelt weer. Dat is toch weer een belangrijke kwestie, ook voor jullie, denk ik. Want die weg is, ik zeg het ook maar even heel simpel, die weg is afgesloten. Ja. Althans, die is er niet meer. Juist als je dit zo belangrijk vindt, vind je dat je daar dan ook extra aandacht aan moet besteden? Absoluut. Dus wij hebben ons ook heel sterk altijd op het beroepsonderwijs gericht. En soms werden we door mensen weggezet als een soort gymnasiasten. Maar dat is volkomen ten onrechte. Als je kijkt al in 2006, dan richten we ons juist ook op het beroepsonderwijs en op de ontwikkelingen daar. Fantastische voorbeelden zijn er van mensen die inderdaad heel laag begonnen en langzamerhand omhoog. Ja, maar ook is in Nederland de kans. Dat is dus dat stapelen is een heel belangrijk onderdeel. Maar ook dat je dus moet kijken naar de organisatie van het hele onderwijs. Wat heel veel fout gaat, in mijn optiek, is dat men soms met de goede beste bedoelingen gewoon één dingetje eruit neemt. Ja. Eén sector eruit neemt, één idee eruit neemt. Oh, dat gaan we doen. Ja, want in Amerika zus. Of we hebben een studiereis gemaakt naar Shanghai en we gaan nu dit doen. Ja. En dan zien ze niet het culturele, specifieke culturele weefsel waarin we zitten. Waardoor dingen die elders misschien aardig zijn, hier heel ander effect zullen hebben. Of je introduceert een bedrijfsmodel. En wat blijkt, maar onderwijs is niet zomaar een bedrijf. En een diploma is niet hetzelfde als een product. Waardoor je eigenlijk systemen gaat introduceren die een destructieve effect hebben op dat weefsel. Precies omdat je dat niet goed begrijpt. Dat weefsel is trouwens een belangrijk woord voor jou. Dat zie ik in veel geschriften terugkomen. Dat is denk ik al misschien een rode draad die hier straks gebruikt wordt. Want hier betekent hier in café Welsmert. Ja. Je zou denken, je kunt op de universiteit, daar kun je je boodschap kwijt. Dat kun je dus ook in je geschriften. Maar je wil het ook hier doen. Is het alleen maar omdat je gevraagd bent of omdat je het ook juist dit podium
bij uitstek geschikt acht voor dit onderwerp? Nou, ik moet wel eerlijk zijn, ik ben gevraagd. Toen ik hier te gast was, kwam eigenlijk in gesprek over het onderwijs. En toen stelde Max mij de vraag of ik interesse had om dit te doen. En ik pakte dat meteen op, omdat ik het initiatief herken. Omdat het past bij de agenda van ook Beter Onderwijs Nederland en mijn eigen activistische agenda. Namelijk dat je zaken voor een breder publiek toegankelijk wil maken. En het gesprek is natuurlijk een ideale vorm om dat te doen. Max van Kruijveld, hè? Ja, Max van Kruijveld. Voor de duidelijkheid, voor degene die denkt, oké. Maar dat weet iedereen die kijkt. Maar toch, het is wel belangrijk natuurlijk, hè, dat je dat daarom dus ook hier wil gaan doen. En dan heb je daar ook een bepaalde intentie mee. Dan wil je bepaalde mensen ook spreken. Dan wil je, of is het voor jou een voorkomen open situatie. Dat maakt je niet uit. Als het maar over onderwijs gaat of een bepaalde richting. Nee, natuurlijk. Ik heb natuurlijk in de loop der jaren een behoorlijk netwerk opgebouwd en ook zicht gekregen op die onderwijswereld en wie daarin interessante verhalen hebben. En het is ook de bedoeling om ja, dus al die ervaringen die ik opgedaan heb de afgelopen 10 jaar, om die in dit programma te verwerken. Dus het is strikt genomen ook geen interviewprogramma. Het is echt een gespreksprogramma. Eigenlijk wat we nu ook wat aan doen zijn. Maar dan Eerder een Socratisch gesprek dan een interview van de journalist die Ik weet zelf het nodige van het onderwijs natuurlijk. En dat ga ik hem gewoon inbrengen. Ja, het kan ook een discussie worden. Het kan ook een discussie worden. Het kan ook een aanvulling worden. Ik denk dat het beste gesprek is er denk ik één waarin je juist niet tegenover elkaar komt te staan. Want dat sluit vaak af. Maar dat je probeert samen toch op te trekken. En dat verbaast het jou niet, want je doet veel meer op dit gebied. Hè? Je hebt ook met Claire Polak werk je samen. Philosophus Quintet. Je komt vaak in Buitenhof. Je bent bij mij een paar keer geweest. Dat in de journalistiek, waarom bestaat dat niet? Want daar heb je ongetwijfeld ook je gedachten over laten gaan. Ja. Een gesprek, gewoon meer gesprek waarin beide wat vertellen. De een iets meer in de interviewrol, maar nadruk op iets meer. Ja. En dat het toch uiteindelijk meer gesprek is. Waarom bestaat er zo weinig in? Ja. Nou, ik denk dat we in ieder geval bij het quintet dat wel proberen. Met Clary Polak, dat is ook. Ja. Maar daar vormen het ook wel een uitzondering, denk ik. Dus, we noemen het ook wel lang trage televisie, hè? Slow television, het is trage televisie. Ja. Ja, wat je merkt is dat de druk binnen de journalistieke wereld toch wel vrij groot is om dingen korter en sneller te maken. Dat heeft ook denk alles te maken met de wat impressionistische samenleving waarin we leven. Dat hapklaar, snel, ook nieuwe generaties die daarvan ook nieuwe generaties. Nieuwe technologieën. Die op die manier gericht zijn. Tegelijkertijd denk ik soms ook dat het een gebrek aan eigenzinnigheid is. Dus ik denk dat je juist ook moet proberen om andere vormen aan te anders gaat alles op elkaar lijken. En ik denk dat je in een gesprek toch een vrij unieke diepte kunt bereiken. Die je in het gewone interview niet goed bereikt. Zeker niet wanneer je niet de tijd neemt. Dus je krijgt nu toch een, ook in het gesprek dat wij nu hebben, al een wat vollediger beeld in wat iemand beweegt. En wat de achtergrond is. En hoe je dus dat wat hij doet kan plaatsen. Maar er is tijd voor nodig. Maar nog niet genoeg. Gelukkig hebben wij die tijd. Want bijvoorbeeld, je zegt ik heb een flink netwerk opgebouwd. Ik ken vrij veel mensen nu in die onderwijswereld. Mm-hmm. Kun je een paar mensen noemen? Wil je ze nu ook prijsgeven? Met wie je zeker wil praten, die je zeker hier aan tafel wil hebben? Ja, dat zal variëren van bestuurders, van schoolinstellingen, leraren. Die ik ook in gedachten heb. Die soms ook in onze vereniging een rol hebben gespeeld. Vaak ook gewoon daarbuiten zich begeven. Maar het wordt geen Beter Onderwijs Nederland televisie? Nee, absoluut. Dus duidelijkheid even. Nee. Dan weten ze meteen waar ze aan toe zijn. Nee, het hoeft ook niet allemaal gelijkgezinde te worden. Nee. Dus het is wel zo dat ik wil wel mensen uitnodigen die ik belangrijk vind, dan wel interessant vind. Maar kunnen dat ook schoolbestuurders zijn? Ja, kan toch een geweldig mooi twistgesprek ook opleveren met een schoolbestuurder? Je kunt hem al 5 dingen voorleggen die in dit gesprek voorbij zijn gekomen. Ja, nee, absoluut. Er komen zelfs onderwijskundigen voorbij, waar wij ook nog eens tegen geageerd hebben. Maar niet meer dan?
tegen die onderwijskundigen? Jawel, jawel, nog steeds. Ik wou zeggen. Nog steeds. Wat is de belangrijkste kritiek die je hebt op onderwijskundigen? De onderwijskunde de neiging heeft om het leren los van het vak te analyseren. En daarmee dus eigenlijk, dan krijg je inderdaad nieuw leren. Ja. En los van wiskunde, Latijn of lassen. Dus de neiging om... waarom? Omdat het... zodra je onderwijs qua onderwijs gaat bestuderen... die mensen die hebben niet die vakervaring. Dus die kunnen moeilijk differentiëren. In dat je op een andere manier het Latijn geeft dan wiskunde of dan geschiedenis. Dus er zitten vaak ideeën die te ver afstaan van het vak. Het leren als begeleider. Ja, dat heb ik vaak gemaakt bij het nieuwe leren. De gymdocent die de wiskunde... Ja, die gaan daardoor heel sterk op het proces zitten. Met algemene procesbeschrijvingen. En ja, een beetje vakdocent. Los van de inhoud. Ja, los van de inhoud. En wat bovendien ook vaak van het individuele karakter van een docent wordt geabstraheerd. En de specifieke context waarin hij te werken heeft. Hè. Want op het Hyperion kun je weer hier in Amsterdam... Ja, hier vlakbij. Hier vlakbij kun je al echt op een andere manier lesgeven dan in pak een beet Winterswijk. En dat hangt samen met ook weer de omgeving, het milieu. En daar moet je allemaal rekening mee houden. En ondanks alle overeenkomsten die er binnen Nederland bestaan, bestaan ook nog heel veel verschillen. En je moet dus kijken wat voor soort leerlingen, wat is hun achtergrond, wat voor niveau hebben we. En over wat voor vak hebben we het. En vaak zie je dat men daar te weinig verstand van zaken heeft. Komt het toch dat die onderwijskundige, dat het nog steeds een behoorlijke kaste is, waarvan volgens mij, dat weet ik niet, dat met feiten kan ik het niet onderbouwen, maar jij hopelijk wel, volgens mij bijna nooit zelf voor de klas hebben gestaan. Of 1 jaar en het niet kon. Ja, Nederland heeft de geen hoogste... Geen orde kon daar. Ja, de hoogste graad van onderwijskundigen per hoofd van de bevolking, heb ik wel eens begrepen. Dat is echt ongelooflijk. Dat is een typisch Nederlands verschijnsel. Ja. Maar het hangt wel samen, ja, denk ik, enerzijds met de geschiedenis van de verzuiling, waarin je ook zag dat iedere zuil eigen opleidingscentra had. En dat vervolgens door de introductie van, eigenlijk al vanaf de jaren 70. Van allerlei onderwijsidealen dachten we dat we de wereld konden veranderen. Dus het is voor een deel een restant ook van de maakbare samenleving, waarin een deel van de elite van mening was dat je door de verandering van het onderwijs ander type mensen kon produceren. En de vraag is wel, wat gaan we dan doen? Dat komt helemaal terug om er toch een generatiekwestie van te maken op de generatie babyboomers die dat bedacht hebben. Want dat staat ongeveer synoniem voor de maakbare samenleving. Ja, ja, absoluut. En daar zie je dus dat die verandering van die samenleving, dat onder andere via onderwijs moest gebeuren. Dus het begon aan de universiteit en toen werd het zo eigenlijk steeds verder verspreid in die wereld van het onderwijs. En op een gegeven moment is daar natuurlijk samen met de macht van het geld, samen met managementdommen, daar zullen we het allemaal nog in deze series over gaan hebben, is daar een hele gevaarlijke cocktail ontstaan van allerlei belangen die ervoor zorgden dat de docent uiteindelijk uit het zicht werd verloren. Nou, is er nog een belangrijk, en die geldt met name in het onderwijs voor leerlingen op allerlei verschillende niveaus tot een jaar of 18, 19, namelijk de rol van de ouder, die ook steeds groter en groter is geworden. Ja. Ik hoor leraren daar zo vaak over klagen. Bijvoorbeeld op een school waar kinderen met bemiddelde ouders lopen. Papa is een belangrijke advocaat, mama is een belangrijke rechter. En die zullen met z'n tweeën dat leraartje wel eens even, die denigrerende houding. Ja. Herken je dat ook, of niet? Ja, zeker. Dat is, ik bedoel, dat hoor ik ook veel binnen de vereniging. Ik denk dat ook dat wel weer enigszins genuanceerd moet worden. Ik denk dat, als we kijken naar het oude stelsel, dan bestuurden ouders eigenlijk de school. Dat is de vroegere schoolbesturen, die werden vanuit de zuilen eigenlijk door leden werden die schoolbesturen gekozen. Met andere woorden, door amateurs. Ja, dat was toch ging het op heel veel plaatsen goed. Waarom? Omdat die katholieke scholen en die protestantse scholen, of socialistische, maar over het al, of die ouders van, denk aan Montessori-onderwijs of de Rudolf Steiner scholen, die hadden allemaal wel een bepaalde levensvisie. Dat is eigenlijk de kern van artikel 23. Het is heel mooi. Je wil eigenlijk dat je kind wordt opgevoed in de geest van de familie. Daar komt het op neer. Ja, en dat is heel de strijd over begonnen. Nou, daar zitten best goede dingen in.
Dus je wil dat je kind dat bepaalde mentaliteit meekrijgt, dezelfde geest meekrijgt in die instellingen. Nou, als die geest er is, is dat geen enkel probleem. Dan weten die ouders ook van, oh ja, maar dat moeten we overlaten aan die en die. Dat zou, precies. Dat leidt tot die houding, dat overlaten aan de professional die het wel weet. Ja, wij zijn de amateur. Ja, als we die lijn maar in de gaten houden. Precies. Wat we denk ik nu zien, dat is een heel ander type ouder. Dat is de assertieve ouder die niet meer de instituties vertrouwt. Ja. Soms ook zonder meer terecht. Hè? Want ik ben ook een van die ouders die op een gegeven moment wel degelijk ook tegen de school... Nee, maar dat is de andere kant. Als je niks zou doen, dan is het te gek. Maar je kunt ook denken, je begrijpt wat ik bedoel. De denigrerende houding van zeker, de leraar. Zeker. Dan krijg je natuurlijk de andere kant. Dat in onze diploma-samenleving... het natuurlijk van cruciaal belang is welk schoolniveau je haalt. Dat is het eerste. Het tweede is dat je zorgt dat gebeurt op een manier zodat je... niet te oud bent. Dus je moet zorgen dat je kinderen in een redelijk tempo door dat onderwijstraject heen komen, zodat ze kunnen gaan studeren, dat ze daar ook hun diploma halen en dan hebben ze een goede baan. Nou, mag ik jou een voorbeeld geven? Een boek wat ik met heel veel plezier las, dat is een boek van Martje van der Brug. Mm-hmm. Hij heeft een internationale carrière achter de rug, die mevrouw, en uiteindelijk werd ze diplomaat. Ze kwam in Nederland terecht en ging notabene ook nog in Wassenaar wonen, waar ze het boek schreef HAVO is geen optie. Want dat viel hij dus op, dat al die mensen in Wassenaar, de enclave bij uitstek bijna. Ja. Mijn kinderen moeten allemaal het beste onderwijs hebben, ook al kunnen ze niet. Ook al zijn ze, bijvoorbeeld, kan het een hele goede fietsenmaker worden? Nee, dat kan niet, ze moeten per se. Ja, nee, zeker. HAVO is geen optie. Is dat alleen maar een noodkreet van haar daar, of zie je dat veel vaker? Nee, dat is veel breder en dat werkt op allerlei manieren. Hè. Dus je, de zogenoemde opwaartse druk. Je wil ze zo hoog mogelijk een diploma halen. Nou, die ouders doen alles. Die zetten ook die scholen onder druk. Anderzijds zijn die scholen er ook weer bij gebaat. Want die worden mede gefinancierd op basis van leerlingenaantal. Dat probleem zie je overigens al in de jaren 80. Bij de eerste bezuinigingsoperaties. Dus de kritische leraar krijgen op een lazen van de rector of directeur. Ja, het kan ook je eigen baan kosten. Ja. Ja. Dus dat is de bekende opwaartse druk. Ja. Dus we gaan eigenlijk de normen bijstellen. Ja. Dat betekent dat de onderkant eigenlijk een afvoerputje gaat worden. En dat is denk ik ook het trieste resultaat. Dat VMBO in een heel kwaad daglicht is komen te staan. Dat ook maatschappelijk gesproken van laatdunkend doen over technische beroepen. Beroepen waarin je ambachtelijke beroepen, waar je werkt met je handen. Terwijl heel Nederland Holland bakt zit te kijken. Zou je zeggen, nou dan gaan we lekker naar VMBO, leer je zoon goed bakken. Weet je, als hij dat talent heeft. Nou hoor ik veel mensen wel zeggen dat ze dat juist wel vinden en heel fijn, maar niet voor mijn kind, hoor je dan achter. Nee, heel absoluut. Leuk, maar niet voor mijn eigen absoluut. Kind. Absoluut, nee, dus dat is ook heel herkenbaar. En wat je dus dan ziet, is dat dus die scholen hebben er baat bij om kinderen toe te laten. Dat is natuurlijk floreren van de gymnasia, zoals we dat zien in Nederland. Ongelooflijk, hè? Zeer succesvol. Maar dat is natuurlijk ook, om met Bourdieu te spreken, sociaal kapitaal. Zorg dat je kind op een gymnasium komt, dan zit hij bij de goede medekinder, kan hij later gaan studeren. Dat is dat Wassenaar verhaal. Ja. Is dat toch niet een denkfout? Stel dat je een goede technicus bent, die vindt het leuk. Dan heb je toch een veel leuker leven. Is ook zo. Is ook helemaal waar. En ik denk dat er langzaam wel iets aan het kantelen is. Maar het probleem is ook wel dat de sociale problematiek, dat is nog een element, zich ook met name dan zich in die lagere regionen bevindt. Dus je krijgt een segregatieproces waarin de witte, blanke, goed opgeleide ouder zorgt dat zijn kind op het gymnasium komt. Of in ieder geval in de hogere regionen. Desnoods met particulier onderwijs, met bijlessen, met de huiswerkindustrie die wordt ingezet. En dat de minder bedeelden, zowel autochtoon als allochtoon, maar zeker ook allochtonen, die hebben niet dat zicht erop. Die zijn niet zo vertrouwd in die wereld. Dus dan zie je dat er verzamelt zich sociale problematiek ook in die lagere regionen. En dan is het op een gegeven moment als ouder ook nog een kwestie van, nou, heb je misschien wat goede voor je kind voor? Dat je van, maar ga ik hem in op een school zetten waar geweld, de hele problematiek van dit en dat. Dus het is heel belangrijk dat de overheid daar... Gelukkig gebeuren er her en der ook wel goede initiatieven. Maar dat je juist zorgt voor goed vakonderwijs. Daar heb ik ook als vereniging maar voor gepleit. Maar dat politici hier ook, denk ik. Want je benadrukt steeds de rol ook van de overheid. En ik denk terecht dan ook de rol van politici hierin. Dus, maar dat politici niet
hypocriet zijn, om het zo simpel mogelijk te zeggen. Dus niet roepen, ik ben ervoor dat gemengde scholen zijn heel belangrijk, maar ze doen ontzettend hun best om hun kind op een school heel veel weg, want die is gelukkig niet gemengd, mijn kind niet. Nou, die politici kennen we ook, of al die namen niet nog een keer te noemen. Maar Karin Adelmunt is er een van. Ja. En die hebben dat allemaal geroepen. En dan denk je, ja, daar hoef ik toch niet, die kan ik niet serieus nemen. Nee, maar goed, ik denk dat het heel belangrijk is om inderdaad de feiten onder ogen te komen. Hè, want, en met goede bedoelingen kom je nergens. De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Ja, dat is dus, als je filosoof bent, dus dat je dingen paraat. Het gaat erom dat je het inderdaad benoemt. En dat je juist zorgt dat daar een bepaalde orde is. Gewoon de basale dingen moeten op orde zijn. En je ziet op nogal wat scholen, maar ook op de ROC's, dat de basale dingen niet op orde zijn. Dat kinderen niet eens op tijd komen. Dat er de lessen niet gegeven worden door docenten. Dat er te weinig orde is in de klas. Kortom, je moet beginnen met die basale structuur. En daar gaat het Maar we kwamen hier op uiteindelijk door de rol van de ouder. Wat zou, ook al is dat wel een vrij algemene, maar wat zou de rol van de ouder ideaal gesproken moeten zijn? In verhouding tot de school? Ja, ik denk dat het dan bijna al nodig is dat scholen kleiner zijn. Ja, dat merk je. Basisscholen zijn ouders over het algemeen nog redelijk betrokken. Waarom? Omdat dat is overzichtelijk. Kom erbij als ouder maar eens bij een ROC. Ja. Dan kun je er zijn er maar 50 in heel Nederland. Dus dan kom je in een bureaucratische wirwar. Dus ik denk dat het al heel wenselijk is dat er een soort contact ontstaat. Op allerlei manieren. Dat kan. Want dan krijg je ook minder met dat soort arrogante ouders te maken. Dan snappen ouders beter wat aan de hand is. Is er ook tijd dus. Want die tijd is er ook nodig, hè? Tussen ouderen en leraren om met elkaar overleg te plegen. Ja, absoluut. Dus ik denk dat het zaak is om naar kleinere bestuurlijke eenheden te gaan. 1000, 1500. Dat lijkt mij de limiet. Nou, is het aardige, deze begrijp ik heel goed. Ik denk het volledig met je eens ben. Maar als het toch over kleine gaat, gaat het ook heel vaak over kleinere klassen. Dat zou een volgende stap zijn. En daar blijkt uit alle onderzoeken. Als ik ook allerlei Truijens altijd lees, de Volkskrant elke week. Die zegt, nee, dat is onzin. Dat is helemaal niet nodig. Dat is nog nooit bewezen dat bijvoorbeeld een kleine klas. Hoe komt het dan? Want dat verbaast me. Dat een kleine klasse tot een beter onderwijs leidt. En dat lijkt mij eigenlijk wel. Ja. Ik bedoel, puur gevoelsmatig. Het hangt een beetje vanaf, hoor. Zo klip en klaar is het niet. Ik denk dat wat je wel ziet is dat in Nederland de lesdruk vrij hoog is. In vergelijking met andere landen. Dat de klassen ook relatief groot zijn. En dat zorgt er wel voor dat het niet zo'n aantrekkelijk beroep is. Dus je moet ook weer verder nadenken. Hè? Dus dat leerlingen zien dat ook, hè? Leerlingen zien dat ook. Sommigen zeggen, ja, onderwijs kan met een imagoprobleem. Nou, onderwijs kan niet met een imagoprobleem. Dat is onzin. Maar wat dan wel? Onderwijs kan met een realiteitsprobleem. Dus de leerlingen zien namelijk precies wat dat beroep inhoudt. Die zien die man en die vrouw voor de klas staan. Die weten gewoon wat dat betekent. Ja. Ja, dus het enige beroep waar ze niet op een imago afgaan, maar wat ze gewoon hebben gezien aan de lijve. Nou, dat weet ik al. Weet je, had je een leraar bij mij op school, die had dacht, wat is dat nou, leraar? Die kwam met een prachtige auto aanrijden, dat was zijn hobby en zo. En meteen steeg die man in 18. Dat kun je flauw vinden, dat is toch mooi. Of die had bij die club had die gevoetbald, wilde zo in het tweede, maar toch. Ja. Je ziet bij Cox ook gebeuren. Programma's daarover en op heel veel mensen die helpen in de bediening. En daar worden dan opeens helden van gemaakt. Ja. En dan wil je dat worden, ziet, maar dan moet je het onderwijs ook absoluut doen. Maar wat moet je dan doen daarvoor? Dat vind ik dus ook een mooi voorbeeld van klassieke talen. Ja? En ze zeggen, nou, wat heb je dan aan klassieke talen? Wat is het nou voor dode talen? Tegenwoordig hoef je eigenlijk alleen om Engels te kunnen. En dan gaan mensen dode talen bestuderen. Nou, het interessante is, gymnasia floreren. Nou, er is nog steeds een grote groep leerlingen die kiest voor de studie klassieke talen. Ja. Ik denk, waarom dan? Die vervolgens voor een deel, soms komen ze in de journalistiek, soms gaan ze in de diplomatie in. Allerlei dingen gaan ze doen, maar een aanzienlijke groep gaat gewoon weer het onderwijs in. Die komt weer op die scholen, die inspireert weer leerlingen. Dus wat is dat? Dat is die vorm inspireert. Ja, en dat is denk ik ook bij een goede timmerman of een goede kok. Hè, wanneer je die leraar hebt, want er komt gewoon die leraar aan. Wanneer je die leraar hebt die dat vuur weet te ontsteken. Ja, die een bepaalde kwaliteit levert, die je iets bijbrengt. Die je ook de liefde bijbrengt voor iets. Maar hoe krijg je dit? Want dan is inderdaad dat niet imago maar reële probleem voorbij. Dan zien leerlingen dus ook, verdomd, misschien wil ik het wel worden. Want leraar is een leuke baan. Dus, maar dan heb je dus betere leraar nodig. Maar hoe krijg je betere leraar? Dan denk ik meer geld. Dan betaal ze meer en geef ze betere opleidingen.
dingen. Ja, of is dat onzin? Nee, dat is absoluut. Daar ben ik het ook wel mee eens. Alleen, je moet naar het hele systeem kijken. Wat ik net zei over dat weefsel, moeten we serieus nemen. Nee. Er is nooit één knop. Dat is al de neiging, dan kan die knop draaien. Nee, je moet naar het hele weefsel kijken. En dat is ook wat we binnen onze vereniging doen. En dat is wat ik ook hoop te doen in dit programma. Dat je die verschillende facetten zegt van, maar natuurlijk salaris, het gaat ook met opleiding, maar opleiding gaat ook weer, wat is het niveau op de universiteit, wat is er aan de hand op universiteiten, wat zien we daar gebeuren, ja, denk aan de malaise in de geesteswetenschappen, ja, betekent ook dat je te maken hebt met malaise rond leraren Duits, leraren Engels, leraren, of gaan we dat dan maar afschaffen, ja. Dus je ziet dat hele stelsel, dat moet je in zijn geheel benaderen, en dat is ook wat wij altijd doen. En daarom waarom we ook zo kritisch zijn, of vaak op veel plannen, omdat die gewoon niet dat geheel voor ogen hebben. Maar als je het geheel voor ogen hebt, dan wordt uiteindelijk het beroep van leraar interessanter, ook aantrekkelijker, dus ook voor leerlingen. Maar dan heb ik nog niet van jou gehoord wat het dan is. Want natuurlijk is het niet een kwestie van alleen maar meer geld geven, beter opleiden, maar wat is het dan wel? Want hoe maak je het beroep van leraar zo interessant dat een leerling denkt, iemand jongen van 15, meisje van 15, 16, wat een leuke baan, dat wil ik ook. He, wat zou je dan moeten doen? Ja, nou, ik denk dat wat je in ieder geval moet gaan creëren is een omgeving waarin persoonlijkheden voor de klas willen staan. Dus dat mensen die iets te brengen hebben, die individuen. Dat ja, maar dan krijg je weer kip of het ei. Persoonlijkheden zeggen nu dat ze het niet willen. Nee. Ja, nou, voor een deel wel. Voor een deel wel, maar dat betekent dus ook dat je ook in een omgeving moet kunnen komen te werken waar dat kan gedijen. Dus je moet voorzichtig zijn met allerlei heiligverklaringen van systemen. En zeggen, jij moet dit en jij moet dat. Je moet zorgen dat iemand met een goede opleiding, dat die ruimte krijgt. Dat die een beroep heeft waarin die iets van de liefde voor zijn vak. En als het goed is ook voor kinderen natuurlijk, dat hoort bij elkaar. Want die wil dat vak overbrengen. Dat geldt voor een universitair onderwijs ook. Je moet toch van die adolescenten houden op een bepaalde manier. Wat een fantastische levensfase. Ja. Dat heb ik ook nog steeds. Maar goed, het beeld van de docentenkamers. Ik heb ooit een stage gelopen ook op alle soorten onderwijs. Voor korte tijd al eens wat lesgegeven. En toen altijd gedacht, dat is leuk. En nu moet ik naar de docentenkamer. En om het nou eens even heel breed en plat te zeggen, een groepje ongeïnspireerde mensen die dacht ik, een leraar Nederlands, die kan me wat vertellen over die schrijver, vertel eens leuk. En, ja. Totaal niet, hij had geen idee. Hij dacht dat W.F. Hermans en Toon Hermans had hij door elkaar, om maar zo te noemen. Ja. Dan, ik maak ook een karikatuur van, maar toch, dat is wel het beeld dat ik ook wel veel jonge mensen hoor. Die zeggen, het lijkt mij een leuke baan, alleen dat staat me tegen. Ja, en dan kom je dus bij de belangrijke taak van bestuurders. Ja, ik denk dus de problematiek van het onderwijs is niet primair een leraarsprobleem, hoewel dat er misschien ook is, maar het is ook terdege een bestuursprobleem. Ja, wanneer nu bestuurders klagen over te weinig dit en te weinig dat, dan moeten ze de hand in eigen boezem steken. Als jij een cultuur weet te kweken op school die aantrekkelijk is, dan als jij zorgt dat je aan kwaliteitszorg doet, dat mensen de ruimte geeft, dat je elkaar inspireert, dan kun je met elkaar een hele levendige school neerzetten. Maar misschien ook strenger selecteren in het aannemen, kan in het aannamebeleid. Wanneer... Niet alleen maar van dat mensen denken, ik heb dit en dit en dit geprobeerd, dan maar het onderwijs. Ja. Dat is Nee, zeker. Maar dus ik denk dat het dus wanneer mensen kunnen bloeien in een omgeving, dus je moet gaan, wat is er nodig om mensen te laten bloeien? Dat geldt voor de leraar en dat geldt voor de leerling. En ik zeg, je ziet nu wel eens, er worden nu een soort van ukases afgevaardigd door bestuurders, omdat de leerling centraal staat. Of omdat één ding, wanneer dat het leidt tot een situatie waarin die leraar in feite afstomt, waarin je die leraar ziet van, die is totaal geen individu meer. En dan zou die leerling moeten bijbrengen hoe die ze als individu kan ontplooien. Dat kan niet. Hoe leer je dat als leerling? Doordat je individuen voor je klas hebt. Maar waar komt dat misverstand dan vandaan? Dat de leerling centraal moet staan en niet de leraar? Die verkeerde volgorde. Nou ja, dus ze beide. Dus het gaat om die interactie. Ik denk dus dat maar je kunt er maar één centraal stellen. Ja, en ik denk dat het dus de wortels van die ontwikkeling, die liggen wel degelijk ook
in de jaren 60. In het idee dat het systeem veranderd kan worden. En als je maar het systeem verandert, dat dan die mens verandert. En een totale overschatting van het systeem. Wat we overigens in het nieuw public management, het nieuwe neoliberalisme. Hoewel je dat niet helemaal zo scherp die naam kan geven. Maar goed, nieuw public management. Vanaf de jaren 90, waarin je ziet dat die scholen allemaal anders worden gefinancierd, hadden we ook weer het vertrouwen in het systeem. Nieuw leren, het systeem. En ik denk dat een van de misvattingen die de land ten grondslag is, dat een systeem kan floreren zonder dat individuen floreren. Dat noem ik dus een totalitaire manier van denken. Dat is heel duidelijk. Die worden uitgerold en dat is heel gevaarlijk. Dus je moet ook helemaal niet willen dat er een uniform stelsel ontstaat. Dus je moet zorgen dat de verscheidenheid en de verschillende benaderingen kunnen bloeien. En dat mensen daarin ouders hun weg kunnen zoeken, maar ook leraren daarin hun weg kunnen zoeken. Maar dat het wel gaat om kwaliteit. En hoe lang heb je... Je hebt hier een mooie reeks voor straks op Café Weltschmerz. Maar je hebt ook bij Beter Onderwijs Nederland nog even een tijd te gaan om dit ook... Ik bedoel, er is in 10 jaar tijd behoorlijk wat veranderd. Hè? Je kunt zelfs, je hebt met het begin van dit gesprek een paar duidelijke voorbeelden kunnen geven. Het is duidelijk wat er nu ook prioriteit heeft natuurlijk. Hè? Dat is echt de leraar centraal. En dan de interactie met de leerling moet geweldig zijn. Het beroep zo aantrekkelijk maken. Dat leerlingen denken, wat een leuke baan, ik wil het ook. Want dan krijg je onderwijs uiteindelijk is het de motor van ontwikkeling. Ja. Dat vind jij ook niet? Nee, absoluut. Dus wij richten ons als vereniging, dat zal ook hier in dit programma ook aan bod komen, richten ons op de financiering van het onderwijs. Heel belangrijk, hoe wordt het gefinancierd? Waar gaat het geld naartoe? Ja. Wordt het op een goede manier besteed? Of zitten daar perverse prikkels in? Denk aan de rendementsdenken. Heel belangrijk. Wat gebeurt er met leraaropleidingen? Denk aan de hele discussie rond de pabo's. Hoeveel vakkennis krijgen mensen mee? Het gaat over de zeggenschap van docenten binnen hun beroep. Kunnen ze zelf dat bepalen? En wat jij, want dat hebben we nog niet afgemaakt, die doorlopende leerlijn. Ja, dus dat je zorgt dat er een organisatie is van het onderwijs waardoor je kunt stapelen. Ja. En wij hebben altijd gezegd, dan moet je dus uitgaan van het vak. Ja. Wat we hebben gezien. En heb je dan ook een betere staatssecretaris nodig bijvoorbeeld? Ik zal hem hier ook wel uit gaan nodigen. Nee, maar heb je dan een betere nodig als het daarover gaat? Mijn ervaring is van wel, daar heb ik hem ook over gesproken. Ik heb duidelijk andere opvattingen daarover. Ja. Dus we hebben ook een hele discussie over 2032. Ook zo. Dus het nieuwe curriculum. Ja. En dan zie je ook dat het vak wederom onder druk staat. Net als bij in de jaren 70, thematisch onderwijs. Net als in de jaren 90 gingen we allerlei dingen combineren. En wij hebben gezegd, als je het vak laat verwateren, dan betekent dus ook dat je niet meer goed weet hoe je leraren moet opleiden. En dan worden het door coaches, begeleiders. Dan hebben leerlingen niet meer die heldere structuur. Dit wordt een interviewprogramma, meer nog een gespreksprogramma, kun je zeggen. Ook een beetje pamfletistisch mag het af en toe worden, begrijp ik ook uit het hele verhaal. Zeker. En waarom jij gek bent op onderwijs is ook al duidelijk geworden. Alleen, ik wil nog één ding weten. Wat is nou jouw echt allerleukste leraar? Iedereen kan er volgens mij antwoord op geven. Wat is een leraar die jou bijstaat van heel lang geleden toen een jongetje was? Bij wie heb je genoten? Meneer Jansen van de lagere school. En die ging ook altijd voetballen met ons in de pauze. Maar daar heb ik gewoon echt veel dingen. Maar op de universiteit ook nog. Rob van Dijk bijvoorbeeld. Die heb ik voor mijn leven meegenomen. De manier waarop hij met teksten omging. Dat is ook iets wat ik zelf moet doen met mijn eigen studenten. En dat is... Zoals het hoort. Dat is het kenmerk van cultuur. Dus dat het gaat niet alleen om informatie. Helemaal niet. Het gaat om kennis. En om een bepaald soort bezieling die je meekrijgt. En dat krijg je toch vooral mee door mensen. Nou, ik ga kijken naar de staat van het onderwijs op Café Weltschmerz. Lijkt me een geweldig, boeiend, stevig, leuk programma. En gek dat het nog niet bestaat, dat gewoon niemand dat verder doet. Nou ja, één moet de eerste zijn. Hè? Dat gaan we nu doen. Ik denk dat we allerlei dingen die nu in een vogelvlucht voorbij zijn gekomen, dat ik die met mijn gasten ga doornemen. Ik hoop dat ook weer een bijdrage kan leveren aan dat publieke debat, aan die bewustwording. En dat ze uiteindelijk ook de politiek ook gewoon af gaat stemmen op Weltschmerz. Natuurlijk, dus, natuurlijk. Ook dat. Hey, dank je. Dank je. Succes. Dank je. Ja.